Wim de Clercq is wereldkampioen handbiken. Hij is als enige Belgische atleet geselecteerd voor de Paralympics in Londen in 2012. Goh, ik ben al 10 jaar bezig met die sport en eigenlijk al een 6-7 jaar op topniveau. Het grootste dat je kunt meemaken zijn effectief de Paralympische Spelen. En ik heb nu mijn selectie beet. Waarschijnlijk wordt het ook een definitieve selectie, want een definitieve selectie is er pas nadat dat er volledig groen licht gegeven wordt. Maar alle criteria zijn voldaan, dus ja. Het is ook zo dat ik naast sport ben ik wel geïnteresseerd in kunst en cultuur. Ik ken er niet zo heel van, maar het kan me wel boeien. Het kan me zeer boeien zelfs. Het werk brengt ook met zich mee dat ik af en toe een keer naar de kunstcollectie ga van de bank. Dat we daar het een en het ander kunnen opsnuiven. Dus zeer zeker, ik ben ook wel geïnteresseerd in kunst en cultuur. Ja. En ik heb dit kunstwerk gekozen, het kunstwerk van Pieter Vermeers, Untitled. Op het eerste zicht leek het me niet zoveel. Als ik er naar keek, had ik zoiets van, ja, het is een schilderij met een bepaalde kleur. Één bepaalde kleur. Maar als je er even bij neerzet, dan ja, dat inspireert het mij wel. Het inspireert mij, het doet me denken aan de lucht, de hemel. Het doet me denken aan water, het doet me denken aan het eindeloze. Het heeft iets speciaals, het heeft iets eenvoudig, maar toch tegelijkertijd niet eenvoudig. De gradatie van dat kleur, het felle kleur onderaan en dan het uitdijnen van dat kleur naar een lichtere kleur, ja, maakt het kunstwerk wel af voor mij. Maar ik heb getwijfeld, ik heb de tour van het museum gedaan en ik heb een aantal mooie werken gezien, heel wat mooie werken gezien, maar uiteindelijk moet je een keuze maken. En ik heb getwijfeld tussen het werk van Laurence van der Kerk over Real or Fake, of ook het werk van Doreen Clement, Orientaals. Maar uiteindelijk is mijn keuze dan gevallen op het werk hier van Pieter Vermeers.